Kerk is er helemaal niks te halen in de wedstrijd van Jupiler die we Ik denk niet dat er zomaar uitgepakt goed is van tevoren. Als je kijkt naar beide teams, dan moet er heel weinig zijn. Ja, ik kan er wel een paar keer van een beeld geven. Sparta heeft gewoon, of gaat spelen voor een keer in de competitie. Dat moet voor onze start zijn. We hebben twee wedstrijden deze week te gaan. En zeker na de laken van Almere af te gaan, dan moet het van start zijn om de competitie naar boven te gaan kijken. Roland zegt terecht, de Graafschap moet. Maar dat betreft ligt de druk daar. Sparta naar Kerk mag. Nou, dat is denk ik altijd een handig uitgangspunt. Als je denk 10 keer speelt tegen de Graafschap, dan win je de 1 of 2. Ja. Het is natuurlijk hier al gezegd, en dan het verleden is dat geweest, dus je bent nooit kansloos. Dat kan ik allemaal wel herhalen, maar het blijft de vorm die krijgt. Voor ons is het natuurlijk wel belangrijk. Zijn vorm? Het is natuurlijk een vrij jonge groep. Dat zie je ook echt wat Wissel Kralk is. De competitie zie je ook dat er groepen zijn die ook kampioen willen worden, die ook bezig zijn, die spelen van totaal van de organisatie binnenhalen. De speelstijlen zijn anders, of je tegen Koch speelt of tegen Hartenbrechtse Boorgaard. Een heel groot verschil. Maar de competitie blijft bij dit zeggen, dat is het belangrijkste. En dit is een heel leuke, geen bijkomstigheid, maar het is wel heel belangrijk dat we die wedstrijd goed doorkomen. En ja, de stunt zit eraf. Dankjewel man. Wat denk je dat het zijn? Yes. Dankjewel man. Alsjeblieft man.